Ik zo leuk door het koffieshow. Zo leuk. Zin in. Oh, zo hé. Weet je hoe niet sarcasme klinkt? Je bent fucking stom. Auw. Jongens, welkom weer bij de Hot Coffee Show. Ik zat net de reactie van vorige week te bekijken. Bedankt ervoor. Leuk meegedaan. Jullie doen goed mee. Leuk. Ja, maar echt. Gezellig. Het is alsof jullie erbij zitten. Alsof we met z'n allen één grote discussie hier voeren. Is ook zo. Shh. Bak ze nou. Sander, niemand houdt van je. Oh. Nee, maar echt. Maar wel melden via een donatie. Ja. Hey, Mattioza, die moet even voor volgende week zijn stelling even veranderen, want hij had een hele goede stelling. Hoe ziet gamen in 2015 eruit? Gok van uit 4. Dus even aanpassen welk jaar bedoel ik. Ik ben wel benieuwd. Zou die zeg maar 3015 bedoelen? Of 2051? Like, waar zat de typo? Ik dat ben heel benieuwd. Me dus ook ja, aan. Inderdaad. Maar een leuke stelling. Ik denk dat het 2050 is. 2050, ja. 50-15. Ja, ja. Of het jaar 5550. Het is een anagram. Het zou heel vet zijn. Super bedankt voor alle reacties. Ja, heel leuk. En Daniel deed absoluut niet verkeerd. Daniel deed echt verdomd goed. Baalde er wel een beetje van. Zeker van Keer, want die deed hij echt oprecht beter dan ik. Het voelt misschien een beetje gimmicky of gimmicky of gimmicky of zo, maar... Auw. Ja, dat is echt... Ja, dat vond ik echt. Daniel doet het fantastisch. Als ik je langer kon betalen, dan... Daan kijkt dit trouwens nooit, hè. Dus, nee, dat is waar. Ik moest het hele format aan hem uitleggen. Snapt hij er niks van. Hey, ik heb een stelling uitgezocht. Mooi, vet. Okay. Van een bezoeker met 9 posts. Wow. Welkom bij Gamersnet. Welkom man. Okay, maar dit is... Leuk dat je er bent. Leuk dat je er bent. Hopelijk blijf je. Hopelijk ben je er nog als deze aflevering verschijnt. Misschien lurkt je al 4 jaar. Dat zie je vaker. De stelling is... Ja. Van Matthias 1999. Dat is ook een anagram. Die jongen die komt uit het jaar 9100. Dat zou zo vet zijn. Sony en Microsoft moeten samen één goede console maken. Eén, hè? Vind ik lekker zo'n... Een stelling waarvan je echt denkt, bam, daar is hij. Sony en Microsoft die samen de Playbox One of de X-Station 4, 5 maken. Vet. Dat zou op zich... Ik ben geschoven in mening ten opzichte van een paar jaar geleden. Een paar jaar geleden had jij gezegd, ja, doe maar. Nee, een paar jaar gezegd, doe maar niet. En nu zeg ik, ja, doe maar. Ze lijken toch al zoveel op elkaar. Ja. Want, is, ja. Er is geen verschil meer eigenlijk. En stel je eens voor, een PlayStation met een goede controller. Wauw. Nee, dat kan niet. Dat gaat te ver. Nee, en een Xbox-console die wel 1080p draait. Ja, een Xbox-console die meer verder gaat dan HD Ready. This is great banter. It really is. Een PlayStation 4 met dynamische resoluties en framerate. Dat is niet nodig. Een goede race game op de PlayStation. Dat is ook wel een keer tof. I believe I can fly. I believe. Ja. Nee, maar echt serieus. Waarom... Natuurlijk, ze gaan het nooit doen, hell no. Maar het zou wel best wel vet kunnen zijn. Als Sony en Microsoft gewoon samen opteamen... Ja, dan kan Nintendo het echt vergeten. Maar, wacht. Nee, ik denk dat het misschien juist zo goed is voor Nintendo. Want er is één groot nadeel. Dus er is geen concurrentie meer. Nee. Dus, alleen heerschappijen zijn over het algemeen... Zuid-Korea, Syrië, rommelis. Zuid-Korea? Of Noord-Korea, sorry. Mm-hmm, yeah. Ja, ik vind Zuid-Korea dat schijndemocratie. Maar goed, een andere discussie. Voor een andere hot coffee show. Zuid-Korea is geen democratie. Ja, leuke stelling. Goede stelling. Kim Jong-un. Ja, laat hem achter voor volgende week. Maar dan heb je geen concurrentie meer, dus dat is niet goed. Nee. Maar op zich vind ik het ook alweer... Ja... Ze zitten heel erg op elkaars ooghoogte, PlayStation en Xbox. Dus ze zitten heel erg hetzelfde te doen, maar er zijn nog steeds die subtiele verschillen. Dus op zich, ja... Vooral in games. Voornamelijk in games, een klein beetje in controller, een klein beetje in servers en hoe ze als bedrijven insteken, zeg maar. Dat nog wel het meest. Het zou ook zo niet samengaan. Het is de Japanse mentaliteit met die Amerikaanse mentaliteit. Ik denk niet dat dat lekker samenwerkt. Wat is dan het grote verschil? Japanners zijn eervol en Amerikanen zijn dik.
Nee, ik weet niet, maar... Nee. Zie je ook aan de Xbox One. Je ziet het wel een beetje aan bijvoorbeeld hoe de bedrijven zich gedragen op social media. Ja. Het is, Xbox is heel erg open, heel erg alles vertellen, alles is goed. Als iemand een keer zegt van PlayStation is vet, dan zeggen ze ja, PlayStation is ook vet, weet je wel. Dat doen ze niet moeilijk over. Bij PlayStation denk ik niet dat je een of andere topman hoort zeggen van ja, ik speel vanavond Halo. Weet je wel, dat gaat niet gebeuren, dat doen ze niet, want dan... Nee, maar dat is ook... Nice. Ja. Maar het is ook wel een beetje het Xbox... Beetje vriendjes met de gamer willen zijn, humble, omdat we geen consoles verkopen. Ja, nee, mindset. Ja, nou ja, ik weet niet. Ik denk dat ze dit wel langer hebben gedaan. Phil Spencer is gewoon een topkerel. Emo. Ja, maar jij bent gewoon fanboy van Phil Spencer. Ja, ik ben niet eens fanboy van Xbox. Ik heb gewoon een poster van Phil Spencer boven mijn bed hangen. Als je dat hebt, zou zo vet. Dat zou echt wel vet zijn. Met die zwoele blik van hem. Ja. Die dromerige ogen. Beste canvas.nl. Poster. Heel goedkoop. Dan maak ik jullie moment van de maand canvas zo. Kost de rip. Ik dacht, je gaat nou even posters.nl pluggen, want daar hebben we een dealtje mee. Posters.nl, oh kut, ja. Ja, fuck, nee, posters.nl. Jongens, sponsorship met Gamersnet, moet je vooral doen. We spreken in onze show gewoon compleet onze sponsorships tegen. Weet je, wat je nooit moet doen is een laptop van MSI kopen. Die dingen gaan zo snel kapot. Zo trekken Red Bull. Ja. Heerlijk. Dan even product placement. Ja, even. Ja. Ik drink nooit wat anders. Serieus, die Turtle Beach headsets die zitten voor geen drol. Al nee. Sinds het jaar 2008 niet. Dat is echt... Ja, goed man. Ja. Thanks. De kraan gaat dicht, denk ik. Ja, de geldkraan gaat dicht, jongens. Maar ik vind het niet goed als er geen concurrentie is. Dus, maar ik vind het... Nee. Ik denk als ze de krachten bundelen, dat zou wel vette producten... Het goede voorbeeld is Steam heel erg. Die hebben eigenlijk ook geen concurrentie, maar dat gaat toch altijd wel goed. Ze doen nog steeds hun best. Steam deals... Ja, op zich. Ja, nee, inderdaad. Alleen, maar Valve is een heel anders wat dat betreft. Ja, Valve moeten we niet vergelijken met Steam. Want die komen nooit beloftes na. Oh ja, Half-Life 3. Echt, hè? Komt eraan, jongen. Echt, hè? Pre-order nu. Nee, maar ja, wat betreft het samensmelten van de console... Het gaat niet gebeuren. Het zou best wel een leuke gedachte zijn. Maar nee, ik denk niet dat het goed is. Nee. Dan is er geen wisselwerking meer tussen die twee. En dan houdt het ook op met de fanboy-oorlogen. En dat is wel waar wij ons brood aan verdienen. Dus. Ja. En, maar moet ik wel zeggen... Eén klein ding, sorry. Nee, sorry, duurt lang. Eén klein ding, al zouden ze het samen doen, dan zou wel Nintendo gaan groeien. Want dan kan Nintendo ze heel erg afzetten tegen die tegen de gigant, weet je. Ja, ja, ja. Dan is het in één keer is Nintendo de underdog. Ja, dat is nu ook al een beetje, maar dan echt. Echt. Ja, nee, inderdaad. Tegen één, tegen de wereld. Ja, ja. dat krijg je. Gamesnet.nl. Nee, David en de Goliath krijg je dan echt. Dat is, dan is David is Nintendo. Dat is grappig, want dat is die aanstaande zondag ook. Yo, jee. Fijn dat we even Dus David noemen. Dan kan ik dat in de tag zetten op YouTube. Met YouTube, man. Dat is waar, ja. Dus David op GNHQ. Ja, echt, hè. Nou goed, dat is aanstaande zondag. Maar bedankt voor het kijken. Laat even je stelling achter hieronder. Ja, en zou je een Playbox 4 kopen? Zeker. Of een X-Station 5? Allemaal. Of een... Nee, dat is volgens mij letterlijk alle kruisingen die je kan maken met die namen. Ja. Ja. X-Play. Ik vind X-Play serieus de beste naam. Ja, nee, volgens mij heb ik al een abonnement op die porno-site die X-Play nice. Heet. Bedankt voor het kijken. Laat je stelling achter. Als je op YouTube kijkt, geef ons een duimpje en een reactie. En abonneer op ons kanaal, dat zou we echt super vet vinden. Als je op Gamersnet kijkt, ben je sowieso awesome. Dus hou dat vol. En tot volgende week. Ja, en Mattioza, welk jaar was het nou? Ja, dat willen we weten. 2015?